Volgend jaar zal er in Overpelt niet veel tijd meer verloren gaan. De dienstverlening van het gemeentehuis is onder de loep genomen en zal vanaf dan sneller en vlotter verlopen. Een eerste verandering is de centrale balie. De mensen gaan niet meer zoals vroeger in het gemeentehuis rondlopen en zich begeven naar de ambtenaar die een dossier behandelt. We gaan zoveel mogelijk producten via op een geautomatiseerde wijze op één loket, hier het centraal loket beneden, afleveren. En slechts voor de wat ingewikkeldere zaken wordt men dan doorverwezen naar de desbetreffende dienst. Ook nieuw en heel vooruitstrevend is de digibalie. Dat wil eigenlijk zeggen dat we al veel producten kunnen aanbieden digitaal. Want bij de mensen thuis kan men inloggen via de website en aanvragen digitaal doen. Waardoor men dus een bezoek aan het gemeentehuis kan uitsparen. En om dat wat te stimuleren bieden wij de mensen tussen de kerst- en nieuwjaarsperiode ook een gratis kaartlezer aan. Met zo'n kaartlezer kan je vanuit je luie zetel het gemeentehuis bezoeken. Het enige wat je moet doen is surfen naar de digibalie. Jan Vermeulen, systeembeheerder van de gemeente, geeft een demonstratie. Als voorbeeld zal ik hier een gezinssamenstelling aanvragen. Ik typ in het zoekschermpje een van de trefwoorden, bijvoorbeeld gezin, en ik klik op zoekformulier. Ik krijg enkele gevonden items terug en kies een uittreksel uit het bevolkingsregister. Ik klik hier op lees mijn elektronische identiteitskaart uit en geef mijn pincode in die ontvangen heeft van de gemeente. Eventjes wordt die controle gedaan. Uw mailadres en specifiek welk attest of welke attesten u aanvraagt. U kan aangeven hoe u het wil ontvangen, per e-mail of per post. Ik ga hier per e-mail ingeven en ik kan nog eventueel een opmerking geven. En uiterlijk de eerste werkdag na uw aanvraag ontvangt u digitaal het juiste document in uw mailbox of als u heeft gekozen per post in uw brievenbus thuis. Het nieuwe systeem is grotendeels door eigen personeel ontwikkeld. Iets om trots op te zijn.